En de zeefans uit de hele regio kwamen zaterdag af op de traditionele open dag van de club. Daar konden niet alleen de supporters kennis maken met de nieuwe selectie. Sommige spelers maakten ook kennis met het Nijmeegse publiek. Ja, heel leuk. Ik ben direct goed ontvangen door de groep, door iedereen. Ik voel me direct goed en ik voel me elke week sterker worden. En ja, hopelijk zijn we nu bijna klaar voor het echte werk volgende week. Ja, nog één weekje. Nog een loopwedstrijdje tegen Osasuna hier volgens mij. Hoe wordt dat? Ja, klopt. Het is een hele mooie test voor ons. Ik denk dat die spelen nu op het hoogste niveau in Spanje. Dus het wordt een belangrijke test en we proberen deze wedstrijd zo goed mogelijk aan te pakken. En eigenlijk is het gewoon zaak om klaar te zijn volgende week, want dan moet het echt gaan gebeuren. Ik kom al 80 jaar bij NEC en ik was 6 jaar ging ik met mijn vader al mee naar de Hazekampse weg, naar het oude NEC-veld. En later ben ik in 1948 zelf bij NEC gaan voetballen. Dat was de tijd direct na de oorlog. Toen kon je nog geen goede voetbalschoenen kopen. Daar heb ik nog op militaire kistjes gevoetbald. Op de Hazekampersweg. Nee, maar daar betreft heb ik een goede NEC-supporter uitgekozen. Want bij ons thuis is alles rood, groen, zwart. Amen, welkom bij je eerste open dag. Hoe bevalt het voor jou? Ja, het is gezellig. Je ziet heel veel fans. En je ziet gewoon elke keer als ze langslopen. En je zet je naam en dan zeggen ze, oh, die is goed. En weet je, dus dat geeft toch wel een prettig gevoel dat zij dat ook gewoon waarderen. En dat waardeer ik zelf ook gewoon. Ja, er is natuurlijk niet zo bar veel veranderd en ik hoop dat de jonge jongens kans krijgen en misschien komt er nog wel bij. Ik heb een dubbel gevoel. Aan de ene kant denk ik van ja, ik weet niet wat het wordt. Aan de andere kant heb ik er toch ook wel weer vertrouwen in. Dus, Mijn doel is dat ik gewoon definitief bij het eerste selectie kom en dan daarin ook gewoon mijn speelminuten gaan maken. En ook gewoon als een waardige speler wordt gezien van het eerste elftal. Dus dan komen automatisch dan weer mijn oude doelen en dat is gewoon wedstrijden spelen, minuten maken. En dan van daaruit ga je weer vertellen over je statistiek en zo.